Een hele goede avond allemaal. Gezellig dat jullie meekomen kijken. Zeg, zo ben je een paar weekjes op vakantie. En zo mag je in één week twee avonden achter elkaar. Met veel plezier. Nou, je ziet wat er voor me ligt. Omdat ik het zo lekker warm heb hier boven op mijn zolderkamertje, gaan we maar een hele koele kaart maken. Dat is denk ik het handigste. Ik weet niet of het helpt. Ik denk het niet. Maar oké, het maakt niet uit. We gaan heerlijk aan de gang zometeen. Ik wacht even tot er wat meer binnen is. Anders ga ik alles dubbel vertellen qua materialen wat ik ga gebruiken. Eens kijken hoe ver we zijn. Oh, we zitten al op de 46. Dat is heel wat. Dat vind ik zelfs veel. Nou, dan denk ik dat ik lekker ga beginnen. Wat ga ik jullie vanavond laten zien? Ik ga jullie vanavond laten zien de tweede Christmas Essentials serie van Studio Light. Er is er al één uit en die herkennen jullie vast. Dat is die met die lantaarntjes, weet je wel. En nu is er een tweede serie uit, een kleine lijn, maar wel een prachtige lijn. En ik zal je vertellen, ik ben heel nat hoofd en dat is niet alleen van de warmte. Ik was mijn voorbeeld kwijt. Nou, dan krijg je het wel, tenminste, ik krijg het dan heel erg benauwd. Uiteindelijk zit ik voor jullie mooie voorbeelden te maken. En dan wil je gaan beginnen en dan ben je je voorbeelden kwijt. Maar goed, ze zijn er weer. Ze waren keurig opgeborgen. Eigenlijk te goed. En dan krijg je dat probleem. De Essential Serie 2 heeft twee stencils. Een stencil met een bomenreeks. En daar, sneeuwvlokjes lucht. En als je wil, kan je hier van die ijspegeltjes bovenaan maken. En hier heb je een mooie rand eronder. En deze met alle kerststakken. Nee, deze heb ik nog niet gebruikt. Want ik heb ze vorige week eigenlijk laat pas binnengekregen. Donderdag of vrijdag. En ik, zoals je zag gisteren, had ik ook nogal wat andere voorbeelden te maken. Maar dat geeft niet. Er komt vast nog wel één. Deze heb ik wel gebruikt. Dus die ga ik zo ook laten zien. En dan zijn er vier stempelsetjes. Ook zal de nummers laten zien. Van de dennetakjes mask is het mask SL ES mask 115. En de bomen, dat is SL mask 114. En er staan nog twee andere op de achterkant. Maar die zijn uitgekomen bij de eerste Essential Line. Kijk. Dus. De stencils. De stempels. Er is een stempel met muzieknoten. En dat is altijd wel leuk. En allemaal teksten. En het is allemaal teksten van liedjes en met name kerstliedjes. En dat is Mask SL ES Stamp 246. Dan heb je de stamp met de kerstbomen en de lange bomen. Die heb ik gebruikt. Kijk, die zitten hier. Dat is stamp SLES stamp 243. En dan hebben we nog een setje met huisjes. En ja, leuk, die heb ik in de verkeerde verpakking gedaan. Met huisjes, kijk hier. Dat is de set SLES stamp 244. En daar heb ik één huisje hier gebruikt op deze kaart. En de boompjes trouwens ook. En dan hebben we dus die andere set met zeg maar de boompjes, het sneeuwpopje wat ik hier gebruikt heb en die boom. Dat is set, even goed kijken hoor, SL
ES stem 245. Oké. Okay. Dat waren dus, dat is deze lijn waar we mee gaan werken. Die heb ik nodig, die heb ik nodig, die heb ik nodig, die heb ik nodig. Oké, dan wil ik ook nog wat laten zien waar ik ook mee aan de gang ga. Dat zijn, even kijken waar ik het heb. De waterbrusjes die nu ook uitgekomen zijn. Dat zijn dus de, zeg maar, die hebben een setje. Nou, die waterbrusjes, die kennen jullie al. Het zijn ook pushbuttons. Je kan ze opendraaien, water erin doen voor degene die dat willen. Nou, degene die mij kennen weten dat ik altijd zonder water werk. Omdat ik zelf wil de baas wil zijn. En ze hebben dus in dat setje 3 maten zitten. Een large, een medium en een small. Nou, ik heb ze al gebruikt bij deze kaarten en ik moet zeggen, ze functioneren zoals ze horen te functioneren. Lekker makkelijk. Dan ga ik gebruiken van Studio Light. Dat is de 3D Glossy Effect. Dat zijn al die sneeuwdruppeltjes die ik gemaakt heb. En dat zijn uiteindelijk net glaspareltjes geworden. En ik heb de sneeuweffect, Snowy Effect ook gebruikt op de andere kaart. Nou, dat is dus alweer een hele hap. En ik heb, die zijn wel heel erg mooi voor het mask. Voor, met kleine dingen die je gaat gebruiken. De kleine blending tools van Studio Light. Ik ben er blij mee. Met een setje navullingen. Dus je kan alle kleuren die je wil, kan je gebruiken. Die ga ik ook gebruiken. Die gebruik ik naast, want die kennen we ook, hè, de grotere kleuren van Studio Light. Oké. Okay. Genoeg gekletst. Wat gaan we doen? Jullie mogen kiezen. Ga ik de sneeuwpop doen of ga ik de ronde doen? Ik probeer ze alle twee te doen, maar het zijn alle twee best wel bewerkelijke kaarten. Dus zeg maar waar ik ga beginnen. Wat vinden jullie het leukst om te zien? De sneeuwpop of het huisje? Niet allemaal tegelijk, hè? Ondertussen kan ik even de sneeuwpop. Zie ik sneeuwpop. Sneeuwpop. Nou, dat is wat mij betreft de ronde. De bovenste, dat is de sneeuwpop. Sneeuwpop. Nou, duidelijk. Ik hoop dat ik hier nog tijd voor heb. En anders laat ik straks zien in een snelterreinvaart hoe ik dat gedaan heb. Leg ik dat even goed uit. Hier is de sneeuwpop. Dat lijkt eigenlijk best heel ingewikkeld. Dat is het op zich niet. Wat ga ik doen? Ik ga als eerste op mijn watercolor kaart. En ik heb hem even 300 grams genomen. Waarom? Niet omdat, ja, ik ga wel nat werken. Maar als je 200 neemt, dan heeft hij de neiging om krom te trekken. En ik vind het eigenlijk wel handig als hij niet krom trekt. Ik ga de achterkant, de bovenkant, alleen de bovenkant, ga ik bewerken met Distress Inkt. Daarvoor gebruik ik Speckled Egg, Peacock Feathers, Salvage Patina en Bundled Sage. Dus eigenlijk blauw, grijs, groene kleuren. Wat doe ik nu? Nou, ik heb expres mijn mat al neergelegd. Ik doe wat van, ik heb geen oxide. Ik doe dus nu dus de gewone Distress Inkt. Doe ik wat Speckled Egg. Wat Bundled Sage. Kijk, want ik wil er ook wat groen in hebben. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. En je ziet dat ik probeer de kleuren uit elkaar te houden. Omdat ik probeer mijn inktpad schoon te houden.
Dan maak ik hem nat. En wat ik ook ga doen, is ik ga de bovenkant van mijn kaart ook een beetje nat spuiten. En de bovenkant, daar bedoel ik mee ongeveer 2/3 gedeelte. Nou, dan pak ik mijn kaart en die haal ik door de inkt die hier ligt. Hier vind ik iets te veel, dat haal ik weg, want ik wil alleen de bovenkant en ik laat hem even lopen. Zo. Doe ik er wat meer kleur. En het hoeft niet zo heel hard van kleur te zijn, hè? En als je niet tevreden bent, dan neem ik water en ik spuit water erbij, zodat hij ook nog wat meer kan lopen. En eigenlijk is die zo al, wat mij betreft, goed. Ik haal de hele harde rand hier weg. En dan is eigenlijk je achtergrondje al klaar. Nou, dit moet drogen. Deze Slimbo heeft natuurlijk vanmiddag al even deze gemaakt, zodat ik door kan. Dus dit wordt het, kijk, dit heb ik nu. En als je het laat drogen, dan wordt het ongeveer zo. Want dan kunnen we nu verder. Juist. Dan gaan we hierop verder werken. Ik ga verder werken met dus de skyline. En dat is dus de bomenrand. En dat doe ik met dat stencil wat ik jullie net heb laten zien. Dus dat pakken we erbij. En die ga ik leggen. Ongeveer. En er zit hier blauw. Niet moeilijk over doen. Geen probleem. Leg ik wat hoger. Zo. En ook die rand hieronder. Dan zeg je die klopt niet met je rand waar je zeg maar je achtergrond hebt gemaakt. Geen probleem. Dat doen we straks allemaal keurig verwerken. Dan leg ik hem even vast. Ik kan mijn magneetbord pakken, maar dan krijg ik weer een mat hierop. Dus ik doe het even zo. En omdat ik net zei van wat ik nou heel fijn vind, is dat ik nu voor dit werk een heel klein distress of een heel klein blending tooltje kan gebruiken. Omdat het fijn werk is, dan kan je met een mooi klein. Kan dit ook met oxide? Ja, dat kan ook met oxide. Dat kan ook met de elements. Dat kan ook met de, hoe heet het? Archival. Je moet je alleen bedenken dat de distress is minder doorzichtig dan de oxide. De oxide heeft een kalk daarin en daardoor is die minder doorzichtig. Doe je het met distress, dan is laag op laag op laag, vind ik zelf mooier. Daarom kies ik voor de distress inkt. Kan ook met Memento, maar Memento vind ik ook dichte inkt. Dus ik kies dus nu voor een transparante inkt, omdat ik er nog meerdere lagen op ga doen. Wat de stencils kosten. Weet je, ik ben geen winkel. Ik werk nu voor Studio Light en die heeft nu ook niet de winkel. Dus je zou even bij je eigen hobbywinkel moeten kijken wat ze kosten. Maar volgens mij kosten ze, ja nee, ik ga gokken, doe ik niet. Dat vind ik vervelend. Zie je hoe mooi dit werkt? Dat kleine distress-stoeltje die je makkelijk nu hier over je werk, zonder dat je hier nu onder die streep uitkomt, waar ik nog wel eens een papiertje wil leggen, is nu helemaal niet meer zeg maar zo moeilijk om dat nu schoon te houden. Dus dit vind ik echt voor mij een aanvulling. En natuurlijk weet ik wel dat je ook van die dingen op je vinger had. Die heb ik ook. Die, ja, ik vind dat niet prettig werken.
En dit is eigenlijk voor mij, ik denk dat ze het voor mij bedacht hebben. Ik wil niet zeggen dat ik een rouwdouwer ben, juist niet. Maar met deze dingen wil ik nog wel eens een foutje maken. Nou, nu is mijn eerste laag is aangebracht. En kijk. Dit is de eerste boomrij die ik heb aangebracht op de achtergrond. Nou ga ik stempelen. Ik ga met de boomrij, die dus uit stempelset 243, ga ik daarvoor stempelen. En je snapt natuurlijk dat ik eerst de hoge bomen ga stempelen. En daarna ga ik de lage boompjes stempelen. Dus hij moet donkerder zijn dan bundel Sage. En hij moet lichter zijn als mijn derde kleur. Dus ik ga nu met de Peeled Paint. En daarover ga ik als laatste met de Forest Moss. Ik leg mijn werk wel even in een stempelhulp. Want dit is toch wel handig als je dit goed doet. Nou, ik heb ook de stempelhulp van... Kijk, dit is dus vervelend. Daarom heb ik altijd een grote. En dan ga ik toch mijn oude hulp pakken. Zoals ik gisteren verteld heb, mijn stempelhulp van Fase is niet in orde. Ik moet aan een nieuwe. Dan ga ik naar mijn hele oude. Deze deed altijd prima hoor, dus dan ga ik het met deze doen. Die leg ik hier tegenaan. Ik leg even een magneetje erop. En ik zit te denken aan wat voor stempelhulp ik nu ga. Ik ben heel tevreden over deze stempelhulp, maar dan kan er weer geen groter blad in. Dus eigenlijk weet ik het nog niet. Nou, dan ga ik de stempel pakken. Want die stempel kan ook niet in één keer, want die is dus groter dan mijn blad is. Ik stempel hem wel op de kant. Vanaf de kant dat dus ik daar ook de bomen krijg. Zo, dan doe ik hem dicht. Dan neem ik mijn Peeled Paint. En dan ga ik mijn eerste afdruk zetten. Kijk, even aandrukken zodat ook de inkt de... Zeg maar de tijd heeft om... Marion, die stempel die ik nu heb, die zit bij dezelfde serie. Bij de, zeg maar de serie Christmas Essentials 2. Kijk, ik ga het laten zien in het boek. Dat is dus, dit hoort bij elkaar. En dit is dus het stencil en dit is de stempel. Nou, of ze zo gemaakt zijn, weet ik niet. Ik heb het zo gecombineerd, omdat ik dacht, ik zeg, dat wordt echt heel erg leuk. Nou moet ik nog het laatste stuk stempelen. En daarvan maak ik mijn stempel even schoon, want hij past natuurlijk niet helemaal. Dus dat moet ik overlappen. Kijk, en als dit nou weg was geweest, dan had ik hem neer kunnen leggen. Nou, dat kan bij deze stempelhulp niet. Dus dan doen we het anders. Ik ben niet zo heel erg moeilijk hoor. Ik ben niet voor één gat te vangen. Dan doen we het gewoon zo. Kijk. En dan leg ik even een papiertje. Ik weet niet wat er nu valt. Kwast. Op de laatste, zodat hij niet eroverheen piept. Weer met de Peeled Paint.
En dan moet ik het achterste stuk moet ik beinkten. Heb ik genoeg beinkt of moest die verder? Ja, ik heb het goed gedaan. En dan druk ik hem af. Zo. Zorg dat de inkt in je papier kan trekken. En kijk. En dan zie je hier die ene boom, die is niet helemaal... Dat is geen probleem, dat zie je straks in het geheel helemaal niet. Dus dat is helemaal niet erg. Dan haal ik mijn... deze stempel eraf. En dan gaan we de laatste zetten. En dan kan ik ervoor kiezen. En ik ga het gewoon even moeilijker doen, zodat jullie zien hoe je dat kan doen. Dus niet omdat ik het jullie moeilijk wil maken, maar omdat ik jullie wil leren hoe ik dat doe. En er zijn natuurlijk nog andere manieren. Hè? Ik ga de sneeuwman vast neerzetten. En die sneeuwman ga ik zodanig zien. Kijk, hier heb ik heel goed nagedacht. Ik laat de bomenrand boven de sneeuwman. Nu ga ik deze al neerzetten, wetende dat ik zometeen hier nog een rijtje bomen achter ga doen. Dus ik leg hem neer. Ik ga deze vast stempelen. En die stempel ik met zwart. Had ik hem met grijs? Nee, ik had hem met grijs gedaan. Waarom heb ik deze met grijs? Die heb ik met Archival Watering Can gedaan. Omdat die anders er zo afknalt. En dat vond ik niet mooi. Dus ik denk in de plaats van zwart neem ik grijs. Dat vind ik ook straks met inkleuren iets mooier. En ik hoop dat ik hem goed beinkt heb. En ook nu aandrukken. Als ik te snel ga of je snapt iets niet, gewoon vragen aan me. Hè? Daar ben ik voor. Zie, ik heb de arm niet helemaal goed gedaan. Ik doe hier nog even de arm. Daar. Waarom ga je niet zoals ik wil? En anders teken ik die straks bij. Zo moeilijk ben ik ook weer niet. Dit is al beter. Oké. Ik vind het goed. Oh, die kan blijven liggen. Want ik moet nog de laatste bomenlaag gaan stempelen. Nou zit dus nu die muts van die sneeuwman zit daar. Die willen we niet stempelen. Dus dan ga ik even dit... afdekken. Dan leg ik even een stukje, gewoon een geeltje op en ga ik niet de stempel helemaal uitknippen, want dat is in dit geval niet zo heel erg hard nodig. Het gaat erover dat die muts niet bestempeld wordt. Nou, kijk. Heel klein stukje maar. Dan pak ik de andere bomenrij van de stempel. Deze doen we terug. De inkt ligt. Waar zijn mijn bomen? Hier zijn mijn bomen. En die ga ik neerleggen. En die ga ik gedeeltelijk ook in die vorige rij zetten. En die gaan we nu met een donkerdere kleur stempelen. Dus ik doe de klep dicht. En nou pak ik dus geen peeled paint, maar ik pak dus de forest moss. Die is nog donkerder. En die stempel ik dan als derde bomenrij. En kijk, die donkerdere hier onderaan, dat is de derde rij. Dit gaan we zo meteen allemaal wegwerken. Dan pakken we weer deze. Die ga ik verschuiven. Eerst schoonmaken.
En dan zie ik dat ik hem tot hier moet hebben. Dus ik ga hier weer even kijken tot daar. Ga ik mijn geeltje neerleggen en ga ik deze eroverheen leggen. En je ziet nou dat hij een heel klein stukje van de pet van de sneeuwman raakt. Geen probleem. Forest Most. Kijk. En hier de laatste bomenrij. De derde. Dan kan dit ook weg. Nou, hij valt precies in een wit puntje. Maar zo zou je dus deze erachter kunnen laten vallen. Nou, wat ik nu eerst ga doen. Oh nee, ik ga eerst de grote boom ook nog. De grote boom zit bij deze, bij de sneeuwpop. En die gaan we ervoor zetten. Kijk. Zo. Deze mag weg. En deze ga ik ook eerst doen met peeled paint. Even plat leggen. En wat ik nu doe, ik probeer hem een beetje. En dat is echt een beetje nat te maken. Niet te veel. Want als die nat is, dan kan ik zo meteen met de kleur spelen. Kijk. Dan pak ik even mijn middelste maatje brush. En dan ga ik eventjes hier en daar de kleur een beetje uitwerken, want ik ga hem zo meteen, kijk, niet te veel, maar ik laat wel eventjes de, kijk, ik maak hem een beetje overal groen. En dan ga ik er nu met de donkere overheen. Oh, dat is dom. Die had ik natuurlijk niet af mogen halen. Nou, dan ga ik even kijken. Maakt in dit geval niet zo heel veel uit. Want maar dat was niet het juiste voorbeeld. Hij had moeten blijven liggen. Dan neem ik weer de donkere. En deze zet ik er overheen. Zo. Kijk. Nu zie je verschil, omdat ik natuurlijk, ja, ik heb hem ernaast gelegd, maar ook dat lossen we gewoon op. En dan maken we hier dus ook weer even alles met één kleurtje. En dan zie je er eigenlijk al bijna niets meer van. Dan haal ik hem eruit. En dan gaan we aan de achtergrond beginnen. En die achtergrond betekent dat we eerst hier langs gaan we een groene rand zetten. Dat doe ik gewoon met mijn Forest Most. Ik maak mijn kwast nat, ik neem inkt op en ik ga hier, zie je waar ook het wit zat, daar ga ik nu een egale rand van maken. En ik ga nu met de, zeg maar met de glowing mee. Want dan krijg je er ongeveer, dit maak ik ook groen daarboven, een klein zandheuveltje, ja, een sneeuwheuveltje.
Dat gaan we zo meteen ook met een andere kleur doen. Ik zit lekker in jullie beeld, zie ik. Ik ga eruit. Ik ga opzij. Kijk. En dan heb je dit vast gedaan. Dan ga ik voor dit laat ik even een beetje drogen. En dan ga ik beginnen met de sneeuwman te kleuren. En de sneeuwman heb ik gekleurd. Omdat die pet best donker is, heb ik een acrylmarker genomen. Om die muts lekker gewoon rood te maken. Dan valt hij goed op. Dat vond ik wel handig. De rest heb ik ingekleurd met mijn Intense potloden. En daarvoor heb ik gekozen voor het konijntje met een iets gelig buikje. Kijk. En die ga ik zo meteen de donkere stukjes ga ik donkerder maken. Dit is het basislaagje. En dan heb ik hier de nummers, die ga, zet ik er anders nog wel bij. En dan pak ik dus mijn donkerbruin. En die zet ik er langs. En dan doe ik de rand even aanzetten. En dan ga ik zo meteen met mijn waterpenseel ga ik dit uitwaaieren. Ook bij het oor. Bij zijn buikje. Hier wat. En het hoeft allemaal niet perfect, hè? In dit geval. Nu neem ik wel de kleinste. Dit vind ik te grof. Nu heb ik de kleinste maat. Kijk. Zie je? En zo krijg je de diepte erin die ik erin wil hebben. Zo. En ook de sneeuwman ga ik een klein beetje kleur geven. En die ga ik de kleur geven. Dat is een soort grijs-blauw tint. Dat noemen ze Payne's Gray. En daar ga ik dus de sneeuwman een beetje kleur mee geven. En deze kleur ga ik zo meteen ook gebruiken. Om die rand langs de... ik zie geen... Even kijken. Ja, ik zat dingen te lezen. Af en toe wil ik even mee zorgen dat ik ook antwoord kan geven. Dus dan wil ik graag weten wat jullie zeggen en schrijven. Dan neem ik weer mijn penseel met water en werk ik de kleur die ik net heb aangebracht, werk ik uit. En het gaat alleen maar in dit geval om de schaduwrand, hè? Dan ga ik gelijk zijn neus oranje maken. En nou zie ik dat ik mijn oranje vergeet. Maar mijn kleurtjes liggen achter me. Dan pak ik even een mooie oranje. Want uiteindelijk de winterpeen van een... Die is gewoon mooi. Oranje. Dan maak ik ook zijn tak in zijn arm. Geef ik een kleurtje. En dan moet ze ook, maar die doe ik lekker met zwart. Dat kijk, die knopen moeten gewoon goed zwart. Gewoon zwart stiftje. En dan maak ik hem zwart. Gelukkig komt hij vanavond weer op mijn YouTube kanaal. En dan kunnen jullie daar ook gewoon heerlijk kijken. Heb ik de goede? Ja. Ook nu breng ik hier even wat schaduw aan. En die doe ik weer wel met de dikke kwast. Want die mag gewoon lekker uitwaaieren. K-
Kijk. Dat hoeft helemaal niet zo. Nou, die ga ik ook aanbrengen bij de boom. Gewoon tekenen uit het losse handje. Kan niet verkeerd gaan, hè? Dat weten we. En die ga ik dus nu ook aanzetten hier onder die groene rand. En die waaieren we zo meteen ook weer uit met mijn waterpistool. Met mijn waterbrush. En hier ook. En voorlopig doe ik eerst dit nu, kijk. Laat hem maar een beetje lekker zo lopen. Zo. Lekker uitwaaieren. Dat mag best. Hier ook. Moet ik hem wel eerst aanbrengen. Een beetje goede kleur nemen. Dat scheelt ook wel. Kijk. En hier ga ik straks ook nog wat wit tegenaan zetten, hè, om die sneeuw beter te kunnen zien. Zo. Nou, en nu ga ik, om te zeggen van, ja, er komt een beetje, ja, hoe zal ik het noemen? Gloed van de avondzon, dus ik ga dat... een beetje oranje tussen de bomen doorbrengen. Ik vind dat hij hier nog iets door moet lopen, want anders is hij te hard voor mij. Zo. Dan neem ik ook nog wat gewoon op van mijn... Omdat ik wat kleur nog ook in die ondergrond wil hebben, anders wordt het wel heel erg... Alleen wit. Nou, je weet zelf, sneeuwwit bestaat niet. Ja, het bestaat wel, maar je komt het in de praktijk niet veel, echt niet veel tegen. Dus dan breng ik zo even nog hier en daar wat van deze kleur aan. Zo. Dan pak ik mijn oranje-gelige. En eigenlijk is dat het mooiste als je dat met een beetje verf gaat doen. Dus ik ga nu mijn Studio Light verfdoosje pakken. En heb ik de goede? Nee, ik wil de andere. Kijk, want hier heb ik de vorige keer, kunnen jullie zien, het ook al gebruikt. Ik heb daar de oranje een beetje gemengd met wat groen. Kijk. En wat helgeel. Zodat je dus... Nou, dan pak ik met mijn kwast wat verf op. En die breng ik tussen die bomen... Een rij aan naar boven. Kijk. Zo. Dan krijg je zeg maar die ochtend- of avondgloed, zoals je het ook wil zien, die krijg je er een beetje tussendoor. Plus het haalt jouw werk ook wat op. Gewoon ertussenin zetten. En als je het nu te licht vindt, straks kan je altijd een tweede laag nemen waarbij je hem iets donkerder doet, hè? Dus doe dat maar gewoon lekker rustig de eerste laag aanbrengen. Daar hoef je echt niet binnen de lijntjes te kleuren. Dat is niet nodig. Zet hem er maar gewoon tussen. En zometeen laat ik zien hoe ik dat dan nog wel met een extra accentje doe. Kijk, hier ook gewoon. Hij mag er achteruit komen.
Nou, dat is de eerste laag. En dan laat ik hem even drogen. Want dan pak ik toch mijn oranje kleurpotlood weer. En ik denk dat ik deze vind ik niet, die vind ik erg knallig. Ik pak even mijn mat erbij. Die 30, 42. Deze neem ik. Want ik wil een beetje bruinig oranje hebben. En dan kan je hier en daar, kijk, zet je gewoon de kleur nog wat aan. En maak je dus die achtergrond ietsje donkerder. Dan pak je je, hoe heet het, waterbrush. En kijk, zie je dat die dan donkerder wordt, maar alleen in de uiteinden. Dus niet helemaal, alleen direct achter de, zeg maar waar je anders het donkerste zou zijn. Daar zet je dus met je aquarelpotlood, of je gewone potlood kan ook, hè. Maar aquarel, ik kan dit nu mooi uitvloeien. Dat vind ik toch ook wel heel mooi. Kijk. Dus net dat verschil eventjes. Die hier en daar bij die aanzet toch even wat donkerder wordt. Tenminste wat donkerder oranje. En ik moet zeggen, door het pigment van deze kleurpotloden springt het er ook uit ook. Dus dat vind ik ook wel weer super. Nou. En dan hebben we eigenlijk het meeste qua kleuren wel gehad. En gaan we nu hier toch ook wel een beetje met een beetje sneeuw aan de gang. Zie je? Nou, hoe doe je nou de sneeuw? Ik heb daarvoor genomen, ik ga hem deze even op. Verschillende witte pennen. Je kan de gelpennen nemen. De jelly roll pennen, die heb ik ook genomen. En waarom? Dat kan je in verschillende diktes werken. Je kan je acryl pen nemen. Je kan je Cyclobol nemen. Ik ga het jullie allemaal laten zien. Het enige wat ik nu ga doen, en dat adviseer ik jullie eigenlijk om dat niet te doen. Deze tekening, deze is eigenlijk nog niet droog. Dat betekent dat bij een gelpen, de meeste gelpennen dan niet wit blijven, maar de kleur van de achtergrond nemen ze dan over. En dat is jammer. Als je kleur helemaal droog is, tenminste je werk helemaal droog is, en je gaat er dan met wit over, dan is het heel goed te doen. Ik ga het proberen en we gaan wel zien hoe die zich houdt. Ik probeer de stam te volgen en dan op de dak van die bladeren zie je, hij wordt al groen. Dus dat is eigenlijk zonde. Ik ga het even met de andere doen. Kijk, hier, dit is een jelly roll pen. Nou, je ziet, die wordt ook gelijk groen. Dan ga ik toch hier zo. Ja, ik heb jelly roll pennen en die heb ik in verschillende maten. Je ziet hier dat ik de achtergrond ook de bomen wat witte sneeuw heb gegeven. Nou, dat doe je in principe met de dunnere. Dus het mooiste is als je een 5 hebt. Even kijken hoor. Ja. En dan ga je gewoon met een kronkelbeweging, ja, je ziet het gewoon niet. Dat is het jammer. Ik zal even met de heat tool erover gaan kijken of die het dan wel doet.
Maar dit is dus niks nieuws. Als je werk niet droog is en je gaat er met wit... Sorry. Waarom droog ik nu ook aan de achterkant? Dat doe ik omdat dan mijn blad niet zo krom trekt. Dus van voor naar achter. Dus eerst de voorkant. En dan draai ik hem om. En dan verhit ik hem. Zodat dus ook het blad weer recht trekt. Kijk of dit nu wel doet. Ik ga even naar een wat dikkere, misschien dat je het dan wel kan zien. Kijk, dit is heel makkelijk. Laat je fantasie, zit daar een regel aan? Nee, daar zit geen regel aan. Gewoon een zigzagbeweging over de takken. Alsof er dus sneeuw op de takken zit. Ja, je kan ook de stam aangeven als je dat wil, dat hoeft niet. Dit is dus echt naar eigen inzicht en gewoon oefenen en doen. En vooral ook, wees niet bang. Want dit kan gewoon niet fout gaan. Wat kan hier fout aan gaan? Niks, vind ik. Nou, zo pakt hij hem al stukken beter. Dus gewoon kriskras bewegingen, lekker sneeuw. Nou, dan ga ik de grote boom ook proberen nog te doen. En die geef ik wat meer sneeuw. En die ga ik straks toch met de acryl. Want die ga ik een laagje sneeuw bovenop die takken. Want hier is het al wit gelaten. Daarvoor. Kijk, hier is die boom. En dan ga ik dan toch met mijn acrylmarker dat sneeuwlaagje aangeven. Waar is die? Hier is die. Even goed schudden. Ik vergeet een stukje. Kijk, en dan doe ik toch hier, breng ik, zoals het ook op de tekening en op de stempel staat, de sneeuwlaagjes aan. En deze Posca is natuurlijk iets dikker als mijn gelpen, dus dan kan je dat wat makkelijker zo aanbrengen. Kijk. Zo, ik voel de druppels langs mijn rug lopen. Nou, dan kan je eventueel ook die grond wat bijwerken met wit door het sneeuw heen. En zo zie je hier ook de pootjes, zo'n ding. En ook hier doe ik wat wit door het blauwe van de sneeuw. Zodat je ziet toch dat het ook inderdaad de sneeuw is. Hier trek ik ook een witte lijn onder die bomen. En dat is dus eigenlijk het begin van die sneeuwlijn. Zo, dan zal ik hier de laatste bomen nog even afmaken. En dan gaan we nog spetteren natuurlijk. Nou, wat je hier nou qua tekst aan bij kan doen. Nou, je kan de tekst die in de verpakking zit, kan je doen van Have a Magical Snowy Day. Maar je kan natuurlijk ook hier gewoon Merry Christmas opzetten. Wat vind jij leuk? Dat doe je gewoon. Nou, in feite hebben we nu de sneeuwboompjes gemaakt. En dan ga ik nu nog eerst even de spetters aanbrengen. Even kijken hoor. Ik neem dan altijd een heel klein acrylblokje. Daar doe ik wat witte Molotov een verf op. Kijk. Dan pak ik mijn waaierkwast, die ik een heel klein beetje nat maak. Die is niet helemaal. We gaan het kijken. Dan neem ik mijn inkt op.
En dan gaan we over je kaart de sneeuw aanbrengen. En ook onder natuurlijk. Nou, dan hebben we in ieder geval de witte sneeuw. Ik haal even mijn... Ja, dat is een hele goede, Theresia. Dat kan ook. En die tekst zit gewoon nu bij de stempels. Dus die kan je zo erop doen. En dan ben je eigenlijk heel, heel neutraal. Dus dat is zeker waar. Dan wilde ik nu nog wat van die snow effect, van die, zeg maar, glas spetters maken. Nou, dan gaat er alleen. Of is het de sneeuw? Nee, dit is de sneeuw. En dit, ja, dit is de glossy effect. Nou. Gewoon druppeltjes neerzetten. Oh. En die drogen dan heel mooi glimmend op. Zoveel als dat je zelf mooi vindt, leuk vindt. Dat kan je ook hier doen. Nou, dan laat ik jullie ook nog de snowy effect zien. Dan moet ik deze. Dat had ik op de andere kaart niet gedaan. Maar ik ga jullie toch laten zien wat die doet. Kijk. Nou, die kan je zo aanbrengen als dat je zelf wil. Dan krijg je zo'n 3D sneeuwlaagje eronder. Dat is wat je zelf mooi vindt. En eventueel kan je dat hier ook langs de rand bij de bomen doen. En voor wie nog meer sneeuw effect hebben, kan je ook nog van die ga ik zo laten zien, van die hoe heet dat nou, ik ga het pakken, dan kunnen jullie het zien, dat is deze, dat zijn die foamballetjes, weet je wel. En die geven toch ook wel een heel leuk effect. Dan kan je met je handen kneden. En die kan je overal dan tegenaan zetten. Nou, die kan je hier er tegenaan zetten. Of hier wat je zelf mooi vindt. En dat zijn van die balletjes. Er zit een glinsteringetje in. En dan kan je dus je sneeuwlaagje verder uitwerken. Het mooiste is als je natuurlijk nu je hebt. Die andere sneeuwrand eerst even laat drogen. En dan zet je dus die foambolletjes er tegenaan. Nou, dat kan je ook onder de boom doen. Dat kan je onder je, hoe heet het, onder de sneeuwpop doen. Wat jij leuk vindt. Dat mag je lekker zelf bedenken en doen. Ik vind dat het wel een grappig effect hebben. En de meeste mensen zie ik het wel terugkomen. Dus ik denk dat een aantal van jullie dit ook wel echt wel in huis hebben. Nee, die is niet van Studio Light. Dat is een ander merk. Maar ik wilde het even laten zien. Kijk, en dat kan je dus ook weer doen onder je sneeuwpop als je dat leuk vindt, hè. Nou, dat had ik ook, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik pakte die vanmiddag bij die andere. En ik zit hier zo voor het raam, op de zonkant, wel mijn Luxoflex naar beneden. En ik pak hem. Nou, het is de afgelopen dagen natuurlijk super warm geweest. En hij is nog zo kneedbaar als dat ik hem kocht. Dus eigenlijk... Het is al best tussen diverse dingen. Ik ga het zo laten zien. Deze is inderdaad Craft Emotion. Kijk, nou, zo kan je dus
uitwerken wat je wil. Nou, je ziet dat die andere kaart die ik gemaakt heb, is kleiner. Wat ik gedaan heb, ik heb hem afgesneden op zoals ik hem mooi vond. Nou, dat kunnen jullie ook doen. Of je houdt hem zo en je maakt er een grote kaart van. Doe vooral wat je leuk vindt. Nou zie ik dat het bijna 8:30 is, maar ik ga toch uitleggen. Ik ga het niet meer helemaal doen, want dat red ik gewoon echt niet meer. Ik ga uitleggen hoe ik de sneeuwbal heb gedaan. Je neemt een kaart van 15 bij 5. Nee, ik heb hem kleiner. Ik heb hem genomen 14 bij 14. Of is het toch 15? Ja, 15 bij 15. En dan haal ik er straks een stukje af. Wat heb ik daarmee gedaan? Daar heb ik een mask op geplakt. Ik heb uit een stuk mica heb ik een cirkel gestanst. Dan moet je een paar keer stansen, anders doet hij het niet. Die heb ik gelegd op mijn papier. Ik heb de achterkant ingespoten met stencilspray, zodat hij plakt. En wat ik gedaan heb, ik heb dit eronder gelegd. Een geeltje. Kijk, zo. Zodanig dat je deze onderkant krijgt. Zie je? Dan plak je hem even vast. Kijk. Want je wil niet dat je water erdoor loopt, onderdoor loopt. Een beetje is niet zo heel erg, want je maakt de ronde af. Toen heb ik met mijn waterbrush heb ik eerst de donkerste kleur groen. Dat was Forest Most. Toen een beetje bundels sage met blauw. Hier een beetje oranje. De achtergrond gemaakt. Ik heb de bomen gestenseld over het mask heen. Dus je legt je boom zo neer. En dan krijg je dus de helft. En dat doe je ook daar. En ik heb twee kleine boompjes gebruikt. Ik heb het huisje in het midden gestempeld. Ik ga het gewoon laten zien aan jullie. Kijk, dit was die grote. Daar heb ik die kleine naast gedaan. Toen heb ik het huisje. Waar ben je, huisje? Hier. Ik hoop dat jullie het een beetje snappen wat ik probeer uit te leggen. Kijk, hier heb je nog een klein boompje. Die heb ik ook gebruikt. En toen heb ik het kleinste huisje genomen. Die heb ik hier neergelegd. Ongeveer waar je wil. Maakt niet uit, anders laat je die zakken zo. En deze ervoor. Net wat je wil. Gestempeld. Deze heb ik weer met groen. Twee kleuren groen gestempeld. En ook weer na de hand met pen. Dus de inkt, de sneeuw erin aangebracht. Het huisje heb ik met grijs gestempeld. En ingekleurd met potloden. Toen heb ik met potlood de rand bijgewerkt. Met kleurpotlood. En de rand zo gemaakt. Het was even in sneltreinvaart. Als je nou echt wil weten hoe ik het gedaan heb. En het lukt je niet. Mag je me altijd even wat vragen hoor. Als ik tijd heb. Dan geef ik antwoord. En als ik geen tijd heb. Dan geef ik je sowieso antwoord. Wanneer ik voor je zal kijken. Dus ik hoop dat je dit zo snapt. En dan zou ik zeggen jongens. En meiden, dames en heren, bedankt. Ik vond het heel erg leuk dat er zoveel meekeken. Graag tot de volgende keer. Aanstaande maandag ben ik er sowieso weer bij Hobby Complete Duif. En hier, dat weet ik nog niet. Graag tot ziens. Fijne avond.